Het is inmiddels avond. Ik hoop dat deze telefoon geen ruisje heeft. Maar het is inmiddels avond. En ik zie de video net. En hij. Eigenlijk vind ik hem niet eens gestart. Dus bij deze. Vandaag een video over mijn acupunctuur. En ja, ik ben net een aap met make-up op. Want ik heb mijn benen niet geschoren. Dus dan zie je dat ook vanzelf. Maar ja, hè, dat is gewoon leven. En ja. Heel veel kijkplezier. Aangezien ik geen Instagram meer heb. Mijn outfit vandaag. Totaal niet boeiend. Gewoon zwart. Dit is AcuFit en daar ga ik regelmatig heen. Het lampje voor mijn voeten die altijd koud zijn. Die komen daar op mijn voet. En hier lig ik. Daar zijn de spulletjes. De klok. Spiegeltje. Nu ga ik liggen. Ik laat jullie dadelijk zien dat die naalden in mij zitten. Alleen, ik heb mijn benen niet geschoren. Omdat ik gewoon geïrriteerde huid daarvan krijg. Zoals jullie weten, mijn kiest is. Dus ik hou het gewoon puur natuur. Ik heb mijn nagels niet gedaan. Ze zitten nou in mijn oor. En even het volgende. Ik laat meteen echt niet zien hoor, maar kijk. Naaldje hier. Beenhaar. No body shame. Maakt mij niet uit. En nu komt hij dan mijn handen doen. En dan kan ik niet filmen. Gewoon tot na dit stukje. Ik zie er echt uit als slodder volgens mij mijn haar alleen hoor. En mijn beenhaar. Want ja. Maar voor de rest, alles is eruit. Mijn hele oor zat vol. Voor het hele lichaam. Hier heb ik een litteken dingetje. Kijk er alsjeblieft niet naar. Ik had een keer een kiest en ik werd agressief. Dus ik heb het aangepakt. Maar ja, lekker. Ze zaten in mijn hoofd. Ja, wel fijn. En dit was het einde van de video. Aangezien ik net klaar was bij acupunctuur. Dan red ik naar het tweedehands. Ik ga ik helemaal los. En daarna weer gauw naar huis toe. Dus ik vergat eigenlijk alles. Dus dit is het einde van de video. En nou, ik hoop in ieder geval dat je er echt iets aan hebt. Want bij mij heeft het wel echt goed geholpen. Het feit alleen dat iemand je lichaam snapt. En daar echt wat aan probeert te doen. Is heel erg fijn. Dus ik zou zeggen. Joh, probeer het gewoon een keer. Het is wel een alternatief geneesmiddel. Maar ja. Weet je, een oer-echte Chinees uit China, die weet echt gewoon hoe dit werkt. En ik voel me gewoon goed erbij. Het voelt echt gewoon goed. Dus in plaats van dat ik de hele tijd blijf lullen, is het gewoon klaar nu. Bedankt voor het kijken. Op naar de volgende video. Waarschijnlijk een seksuele voorlichting of iets rondom seks en depressie. Zo kom ik dingetje. En tot de volgende keer. Later.